Oké. Even heel veel snel naar het toilet. Ja, doe ik dat wel even. Where Do I Go Now kwam in de zomer van 1999. En dat was juni. Vaak denken mensen dat wij al 10 jaar spelen of zoiets. Maar in principe zijn wij pas echt bekend sinds de laatste 5 jaar. Zeg maar. Alleen we hebben een boel gedaan. Maar in die zomer kwam Where Do I Go Now. En de afspraak met de platenmaatschappij was geinig. Die zagen het eigenlijk niet zo. Die hadden er niet zo heel veel vertrouwen in. En die zeiden van nou, zorg eerst maar dat je plaatje op de radio komt. Weet je. En als we dat dan hebben, als die gedraaid wordt, dan gaan we wel een video maken. En we hadden zoiets van, dat is een beetje stom, want als je ergens in gelooft, dan maak je toch gelijk een goede video. Maar weet je, dat is een beetje Hollandse grootgoed gedachte, zeg maar. En ze hadden zoiets van, oké. En toen ging Rob Stennis op 3FM, die ging die plaat draaien. En die plaat werd gedraaid. En toen kwam die plaat opeens in de Airplay charts en weet ik wat. Team F heeft Kane altijd gelijk vanaf het begin gesupport. En daar waren we heel blij mee. We hebben toen een video geschoten voor, ik geloof, 15.000 of 17.000 gulden. We zelf gedaan bij ons achter in de oefenruimte in Delft. Heel kikke video's. Als ik hem nog steeds zie, dan zie je nog steeds van oké, er zit in ieder geval fight spirit in. Straatvechtersmentaliteit van een paar jochies die wisten dat je, als je echt video's wil maken, dat je een boel geld nodig hebt. En we hadden 15.000 gulden. En daar hebben we een video mee gemaakt. En volgens mij, zo kwam die op, wat is het, High Rotation op Team F. Een superclip was die gewoon. En we hadden zoiets van, fuck, dit is echt helemaal geweldig, super. Team F heeft wat dat betreft, daarom zijn we hier nu ook. Weet je, heeft vanaf het begin Kane heel erg gesupport. En dat is heel cool. Well, there's no end and no beginning. Every word comes like a silent stream. She told all the friends I did not see. How could I know that she would lift me up to let me down? How could I know when you were all that really mattered now? How could I know that it forever wasn't quite for so long? Where do I go now? Where do I go now? Where do I go? Yeah. Ik kan beginnen dat we de eerste keer die video gezien hebben. Sowieso natuurlijk was het hier een soort principe, en dat is nog steeds het principe, dat je de video aan kon bieden. Je komt hem gewoon brengen. Dat was volgens mij bij Daphne Bunskop. Ja, toen zaten we daar achter in de hoek. Dat was ook de eerste keer dat we in dit gebouw kwamen, wat vroeger dan weer Countdown Café was geweest. Dus daar hadden we van 8 tot 18 hadden we daar naar gekeken. Dus dat was wel ook een beetje memory lane-achtig. Dat was dan hier. Toch wel zenuwachtig ook. En die video zo onder de camera doorgeschoven. En ging die aan. Ja, dat was ja, voor als je in een bandje zit, weet je hoe dat. Tenminste, wij weten hoe dat voelt. Dat voelt te gek. She says nothing's everlasting. I'm so confused. I don't know what to do. What to say. Dus Where Do I Go Now uit. En dat was dus de eerste single. En die kwam, weet je, die kwam 40 of zoiets. En 40 was, weet je, is het, als je nu met een debuutsingle komt en die doet 40, weet je, dan ben je niet, dan is het nog niet de bom. Maar het is in ieder geval onderweg. En dat is heel goed. En we hadden zoiets van, oké, dit is helemaal, dit is cool. En de platenmaatschappij kreeg ook steeds meer zoiets van vertrouwen in. Wij speelden heel veel. We deden alles, foute zalen die je maar kon bedenken om maar kilometers te maken. En
En spelen, spelen, spelen. En toen kwam het moment van de tweede single. En was iets van, fuck, wat moet dat worden? Weet je, we wilden allemaal Damn the Zeiss, was voor ons allemaal het lievelingetje. Maar moeten we dat nu al doen? Want, weet je, want er ligt nog niet echt heel veel bodem voor, weet je. Nou, toch gedaan. En toen gingen we die video maken. En Paul Gruve, dat was een... ik hoop dat hij nog steeds leeft ook. Het is een bekende regisseur. En toen zeker. En die wilde graag de video maken. En die had een goed idee. Wij zouden het liedje gaan spelen. Moet ik even nadenken, ik heb nooit meer over nagedacht. En we zouden droog beginnen. En dan langzaam zou het water zo hoog worden. Dat we zouden spelen alsof we in de nacht speelden. En dat we bijna gingen verdrinken. Maar dat we doorspeelden, zal ik zeggen. Dat was het plan. In de nacht. Ja, met video's... gaat het vaak anders, want dan zie je terug en dan zeg je van, nou, ik zie veel dingen, maar ik zie niet dat we daar in de nacht aan het drinken zijn. Met landbouwplastic en dat was een soort ding, dat duurde geloof ik 18 uur voordat dat vol liep met water. En je moest ook andersom schieten, dus je begon in een bodempje water en het moest steeds vol. Ja, het was koud hier. Ja. En echt. Ik sta hier omdat het hier zo meteen gaat gebeuren. De allernieuwste videoclip van Kane wordt opgenomen. En wij zijn daar natuurlijk bij. De single gaat Damn Those Eyes heet. Ik ben ontzettend benieuwd wat voor clip daarbij wordt bedacht. Dus ik zou ook straks heel graag even met de regisseur willen praten. Natuurlijk met de bandleden van Kane. En misschien nog wel meer mensen achter de schermen eventjes bij hun kraag te pakken. Niet echt lekker gaan, maar... Ja. We gaan allemaal dat even doen. Dat is fantastisch. Kan je me nou even uitleggen waar het nummer, ik weet niet eens hoe het heet. Ik hoorde net I Wish. Heet het I Wish? Nee, het liedje heet Damn Those Eyes. Oh, nou ik heb het echt helemaal verkeerd begrepen, geloof ik. I wish Ik wil er best bij staan in het heet van de strijd. Maar ja, wat heb je dan als ik ook in die regenstorm ga staan, weet je wel? Dan kan ik beter met een kop tegen een beetje zo aan de zijkant. Slagen! En stoppen! Niet al. Super. Het ziet er wel warm uit, hoor. Nou. Bij Rockzone was het volgens mij de bedoeling dat de band het overnam en je een lijstje kreeg en je eigenlijk de VJ van dat moment. Ja, dat was de bedoeling, maar ik weet dat toen ben ik gevraagd of ik een paar shows wilde doen. Want ik werd eigenlijk gevraagd toen om VJ te worden, dat was het verhaal. En daar had ik geen zin in, maar ik had wel zoiets van, we hadden een paar Rockzone samen gedaan of zoiets. Oké, dan doe ik er nog een paar, volgens mij heb ik er een paar met Daphne gedaan of zoiets. En dat was hartstikke leuk. Weet je, en na 8 keer of 6 keer had ik dat wel gezien. Ik bedoel, het is hartstikke leuk, maar wij zijn andere dingen aan het doen. En om hier een hele dag in de studio te staan, dat is ook niet ideaal. Het mooie van Paradiso is dat er... Hier hebben we ze allemaal gespeeld, van Prince tot U2. Ik weet niet of Madonna hier heeft gestaan, maar... Allemaal toen ze nog, de Rolling Stones ook later, toen ze heel bekend waren, hebben we hier nog gespeeld. Ze hebben hier allemaal gestaan. Of ze nou zo groot waren of zo klein, weet je. En dat maakt het wel heel bijzonder. Heb je toch het gevoel, af en toe, dat als je dan naar die muur kijkt, denk van ja... Hier stonden zij ook ooit, en dat is wel cool natuurlijk. Het is eigenlijk helemaal niet zo groot, hè, als je het zo ziet. Er gaan geloof ik 1200 man in of zo.
als je hem zo leeg ziet, is het echt, sowieso leeg is anders, maar als hij vol is, dan is het echt zo'n soort kolkende massa. Is het en dan voelt het eigenlijk veel groter dan het eigenlijk nu lijkt. Het is al groot, maar wel nog meer. Toch niet dan? Ik had net gedacht dat ik het heel klein vond eruit zien. We'd like honey melting over me. 24/7 so tempting. Your love is like a freight train running me down. So let it flow through me. Nothing with your cocoa smile. Run right over me, baby. Sugar's got me tied up, strangled for life. Don't want to pull over, 'cause everything. Factory.